Ik mag naar huis. Goed, bedankt, bedankt. Voorzitter, bedankt. Er waren twee vragen. Misschien is één achterhaald, maar niet echt. Vuilophaal en wateroverlast. Vuilophaal is inderdaad weer opgestart, maar blijft een kritische issue. Dat moet ik wel zeggen, omdat u weet, in de begroting hebben we middelen opgenomen, maar die is niet voldoende. Dus we proberen nu met knip- en plakwerk in de begroting de financiering van vuilophaal te garanderen. Er was inderdaad een achterstand, daarom was vuilophaal gestopt. De vuilophalers konden dat niet langer meer verwerken. De betalingen vinden nu plaats. En we hebben als beleid, dus het ministerie van ROM en OW, gisteren nog vergaderd en besloten dat er een pakket van maatregelen komt om enerzijds te gaan bezuinigen en het vuilophaalbeleid anders te doen. We denken bijvoorbeeld aan, alvast het beginnen te introduceren van gescheiden vuil, in meerdere soorten dan kon je door die project. Maar ook andere bezuinigingen op de stortplaats en dergelijke. Dus we komen nog met het pakket van maatregelen naar de regering. En dan zullen we uw parlement ook informeren. En dan hebben we het wateroverlast. Dat is geen issue meer. In die zin, we zullen regelmatig deze zware regens mogen verwachten. Dus we moeten als beleid van het ministerie van Openbare Werken nu ruim gaan inspelen landelijk. Hoe we deze zware regens landelijk, niet alleen in Paramaribo, gaan aanpakken. U weet dat het ministerie van Openbare Werken eigenlijk vanaf het begin, 2021, begonnen is met aanpak van rehabilitatie van sluizen, gemalen, kanalen, diverse districten. Dit jaar is het zo dat we wel een achterstand hebben met ophal van primaire kanalen, omdat de middelen nog niet vrijgemaakt zijn tot heden. Dus dat is wel ernstig, moet ik zeggen. Maar het feit is dat de rehabilitatie van grote waterbouwkundige werken plaatsvindt. De werken duren ongeveer een jaar. Met de begroting zullen we 50% kofferen. En de eerste opleveringen zullen december plaatsvinden. Zullen we zien inderdaad hoe wij deze wateroverlast in grote delen van Paramaribo-Wanica onder controle kunnen brengen. En, er valt veel te zeggen over wateroverlast. Er waren geen specifieke vragen, maar als dat er is, dan kan ik wel antwoord geven. We weten dat er gebieden zijn die wel last hebben, een aantal dagen, et cetera. Maar ik vraag geduld tot december, wanneer de eerste waterbouwkundige werd opgeleverd, dan gaan we de impact zien. De uitvoering van werk heeft tijd nodig. Dat is het kort, voorzitter.